Zo, Shirley, je bent met de trein mee geweest. Hoe was dat? Leuk. En met welke trein ben je mee geweest? Nou, bijna met alle treinen. En welke vond je het leukst? Nou, die met die vlaggetjes. Vlaggetjes, dat was een hele gezellige trein, hè? En jij, Levi, hoe vond jij het? Leuk. Ja. En jij vond welke trein het leukst? Ook met die vlaggetjes. Ook met de vlaggetjes. Nou, dat was een gezellige reis dus. Ja, en wil je nog wel een keertje? Ja. U bent hier op het moment bij Modelbouwvereniging Het IJ. Wij hebben hier een spoorbaan, zoals u op de beelden kan zien. U ziet hier achter me de kinderen op de treinen zitten. Ik ben de voorzitter, maar ik doe het minst. Ik ben de regelneef. En we zitten hier al bijna 25 jaar. Dus bent u hier nog nooit geweest? U bent van harte welkom om een ritje te maken op onze trein. Kijk, hou het kaartje nog vast. Hallo man, jij bent hier vrijwilliger? Vertel eens, hoe is het? Ja, het is super leuk om hier vrijwilligerswerk te doen. En het is met name ook tof om telkens weer na elk rondje de ervaring mee te mogen maken om dan toch de trein te kunnen besturen. Je geniet ervan, zie ik al. Ja, dat zeker. Ja. Maak je zelf ook treinen? Nou, wij maken zelf geen treinen, maar wij doen wel kleine dingetjes zoals de trein schoonmaken als dat nodig is. En we krijgen uitleg in dit geval over de stoomtreinen. Dus dan is het binnenkort de bedoeling dat we ook die kunnen besturen. Zo, jij bent de vrijwillige conducteur? Ik ben vrijwilliger hier. Ja, dat is heel leuk. En we doen heel veel treinen schoonmaken, uitleg over hoe treinen werken. En ook sommige kleine dingetjes bouwen. Vandaag knippen we kaartjes en rijden we treintjes. We zijn hier aangekomen bij onze spoor 1-baan, ook wel bekend als LGB. En u ziet meneer Adriaan, die is LGB-freak, of spoor 1-freak, laat ik dat liever zo zeggen. En hij is nu bezig om de stoomlocomotief onder stoom te krijgen. Ja, u ziet zo een Engelse spoorlocomotief aankomen met 4 wagons erachter. Dit is een echt werkende stoomlocomotief. Hij wordt gestookt met propaangas. En hij rijdt dus helemaal zelfstandig. We zitten in het recreatiegebied Spaarnwoude in het gedeelte Velsen Zuid. Op de Genieweg 38A. We rijden hier iedere zondag bij droog weer vanaf mei tot september.